Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft vanmorgen een workshop georganiseerd voor de actoren ten behoeve van het Scholieren Moedersproject. Het ministerie deed dit in samenwerking met de UNICEF en de Nationaal Jongerenaangelegenheid. Het doel van het Scholieren Moeders of Tiener Moedersproject is het terugplaatsen van meisjes op school en ze zoveel mogelijk skills en tools aanreiken. Om de school af te maken natuurlijk. Dit zegt Margot Biervliet, waarnemend onderdirecteur van het Nationaal Jongerenaangelegenheid NJA. Biervliet zegt dat het Scholieren Moedersbestand van 2019 is opgedeeld in verschillende districten. Het gaat om 165 moeders en volgens Priya Hirasing, vertegenwoordiger van de UNICEF, heeft onderzoek uitgewezen dat de meeste baby's van tienermoeders voor hun eerste jaar komen te overlijden. Er zijn dus risico's verbonden met het feit dat je dus jong moeder bent. Hè? Dus ik zou u willen adviseren om het rapport te downloaden. Wij zijn van plan, of het ministerie eigenlijk van Sociale Zaken, om verder over de cijfers te praten. En te kijken welke verdere analyses er eigenlijk nodig zijn om de informatie op de juiste wijze naar de doelgroepen te brengen. Want elke doelgroep heeft een andere approach nodig, een andere benadering nodig. Je kan niet de data gewoon zo presenteren en zeggen van zo, dit is het. En eigenlijk is dit en dit niet goed. Dus het gaat samen met een bepaalde uitleg. En het heeft te maken met de doelgroep, hè, met wie je het deelt. Dus Lalini Gopal, minister van Sport en Jeugdzaken. En ze geeft aan dat de begeleiders van deze jonge moeders professioneel, gemotiveerd, equipped en bewust moeten zijn van het werk dat zij moeten verrichten. De afgelopen jaren was de begeleiding in het project Scholieren Moeders niet optimaal. Vandaar dat wij middels dit initiatief een doorstart willen maken. In het kader hiervan zijn er in de afgelopen 2 maanden reeds 2 sessies georganiseerd om onder andere de personeelsleden van de afdeling Scholierenmoeders enthousiast te maken voor dit nieuw traject, zowel mentaal als technisch. Ook werd de focus gelegd op de woonplaats, het district en de etnische achtergrond. En uitdaging van elke scholierenmoeder. Elke situatie is dus weer anders. De bijeenkomst van vandaag is georganiseerd om alle relevante en directe stakeholders bij elkaar te brengen. Zodat er gezamenlijk een plan van aanpak opgemaakt kan worden. Dat was dus minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken. Ze sprak vanmorgen tijdens een workshop voor de actoren ten behoeve van het Scholieren Moedersproject. De workshop is gehouden in de trainingszaal van de NSBS aan de Dr. Sofie Redmondstraat.